Mijn ouders hebben totaal geen bijdrage geleverd aan mijn studiekeuze. Ik studeer nu sociologie en krijg jammer genoeg geen baan. Vandaag gaan we kijken hoe het wel moet. Nou, straks komen de ouders, wiens kinderen op het punt zijn om te gaan kiezen. Of ze zitten net in het voorexamenjaar of ze doen dit jaar examen. En ik ga ze wat vertellen over het kiezen, hoe het keuzeproces werkt en wat onderzoek eigenlijk zegt over de invloed van ouders. Voor mij versterkt het gevoel dat je kind moet stimuleren om iets te doen wat hij zelf heel erg leuk vindt. Meer zelf laten dingen bedenken en met suggesties laten komen. En vaak kijk je terug naar jezelf, terwijl je eigenlijk je moet verplaatsen naar de moderne tijd van nu. Terwijl de ouders voorlichting krijgen, vragen wij even de studenten hun kant van het verhaal. Als je ouders niet luisteren naar jou als student of als scholier, dan zijn je ouders slecht bezig. Want wat jij persoonlijk wilt, dat is het allerbelangrijkste wat er is. Als je iemand een keuze indrukt, dan wordt het sowieso niet leuk. Kijk, ik denk dat heel veel ouders heel veel dingen verwachten van hun kinderen, maar laat gewoon hun de keuze hebben. Als zij een studie leuk vinden of als zij ergens interesse hebben, ondersteun hun daar ook in. Dus stel je voor, je ouders zijn extreem tegen alcohol, ja, dan heb je sowieso gewoon kansloos. Wat?